mensen. Oh, ik heb het zo koud. Echt niet meer normaal geworden hoe koud het is. Oh, ik vlieg echt. Het is meer 4 graden. Wij zitten in de auto en wij gaan richting Antwerpen vandaag. Mijn schoonbroertje, Nick en de vriendin. We gaan met z'n allen even lekker naar Antwerpen toe. Wat alle Nederlanders nu tegenwoordig doen. Lekker naar België, lekker shoppen. Tenminste, ik hoop het. Het is wel echt verschrikkelijk koud. Dus ik hoop wel dat ik het volgehouden. Maar goed, we moeten eerst even gaan testen en daarna kunnen we doorgaan. Oeh! Ik zie jullie zo. Doeg! Oké guys, we gaan dus met z'n vijven en ik zit achter en Toeval zit achter en S. Toeval, wat doe je? Even een bonnetje uit je zak halen, dat is. Taxi, 51 tellen, ja helemaal mooi, terug in de zak. Wij gaan dus nu even nog een vriendin ophalen en dan gaan wij vertrekken. De broer van Toeval gaat rijden, omdat hij wagenziek is, zegt hij. Hij zegt dat. Sorry hoor. Hij zegt dat hij wagenziek is, dus hij gaat rijden. Wat helpt? Mijn benen lang. Wat lag? Dus mijn man die komt. Als ik wil, zit ik zo voor. Ga je een kofferbak vrienden? Dus wij zitten gezellig achter. Het was ook voor het eerst, hè? Samen achter. Oké jongens, dan zien jullie zo daar. Starbucks even gehaald, we zijn gestopt. En een broodje. Oh! Hey! Sorry. Ik weet niet wat voor Starbucks dit is. Dit nemen we voor het eerst. Ik ben op de. Advies van Roekje deze gaan nemen, want het is een TikTok Starbucks. Wie is Roekje? En, zo nou, jullie horen het. En Toeval heeft de altijd zelfde karamel. Hij is bitter. Standaard. Oh, oké. Hij vindt hem alweer niet lekker. Je hebt hem niet goed gefixt, denk ik. Hoezo? Doei. Ik ga hem even proberen. Wacht jongens, ik laat je wel even zien. Laan. Sheriff. Sis. Oh ja, hij is wel heel lekker, maar hij is wel heel zoet. Oh, maar hier goed. Hebben ze wel goede ei gedaan. Ja, oké. We zijn in Antwerpen en het is niet zo heel druk gelukkig. Ik had het veel drukker verwacht, maar het valt mee. Tot nu toe is mijn corona-check-app nog niet nodig geweest. Maar het kan zomaar dat het zo wel nodig is. Dus ja, we gaan gewoon een beetje door. Ik weet niet of mijn Starbucks had gefilmd. Je vergeet alles. Oh ja, ik had het wel gefilmd. Ik had jouw hoofd al gefilmd. Oh ja, klopt. In de auto. Gaat goed voor de rest? Echt niet 6k, wat zeg je allemaal? Was toch 6 toch? Nee, andere views zijn er. Kijk, kijk. Jap maar wel, hè. Het zijn warme. Oké, dan moet jij zeggen. Ja, ik dus twijfel tussen deze of deze. Maar ik denk dat ik vind, jij vindt deze heel mooi, ja, toch? Ja, ik vind deze heel mooi. Ja, ik denk dat het deze wordt, toch? Vind jij ja. Die ook mooi? Oké. Die is het mooiste. Oké. I think that one is it. Ik heb het gedaan. Kijk hoe mooi. Wacht, ik laat het zo even aan Toeval zien hoor, wat jullie zien. Yes. Yes. Ik vind hem zo mooi. Ja, ik ben echt super blij. Hè? Ik ben echt blij. Vind je hem mooi? Heel mooi. Ik vind hem ook echt heel mooi. We hebben hier iemand in een restaurant met capuchon op. Ze blijft het gewoon aan. Ik doe het bij concepten steeds. Ze gaan het terug ontwerpen. Wij zijn bij Takumi. Bij Takumi Ramen. Ik wil dus veggie. Join the. Dit is die ding. Je kan ook gewoon. Nee, het is gewoon zeg maar zo'n zoekmerk. Oké, deze jongeman gaat voor het eerst die spicy veggie proberen. Ik ook. En jij hebt met? Ik heb met garnalen. Jij hebt met garnalen en dat is jamuk. Dit is Rukje. Die heeft hetzelfde als jamuk. Ja. Deze jongen wil onbekend blijven. Hij is in een restaurant met capuchon op. En hij heeft met eend. Oké, okay. Laten we. Nee, dat kun je. Oh, je wilt nog eentje, maar je kan het uit. Laten we het lekker eten. Wow. Ja, gewoon disrespect, hadden we alles eruit gehaald. Ja, alleen noodles is lekker. Sinds wanneer draag ik capuchon in een restaurant? Dan maar met rust. Dan maar met rust. Is die Ili? Helaas. Wat is dit, La? Ze hebben patlijan hier gegooid. Patlijan? Moet je gewoon eten? Dit is toch niet normaal? Wacht. Inmiddels al dan thuis. Het is nu 2 dagen later. En mijn piercing, daar gaat het echt super goed mee. Het is toch echt helemaal aan het genezen. Maar goed, ik wilde jullie even wat leuks weer laten zien. Want ik heb weer een pakketje ontvangen van Shakesh.
Ik heb weer pakketjes mogen ontvangen van Chiquel. En ik heb het setje ook zelfs aan. Want ik vind hem zo echt super fijn. Dus ik draag hem ook gewoon altijd. Sinds ik hem heb, draag ik hem ook thuis, maar ook gewoon buiten. Het is echt een super fijn setje. En dat is dit. Het zijn twee losse artikelen. Dus de broek is los en de top is los. Ik heb ze gewoon zelf gecombineerd. Maar ik zal even linkjes eronder zetten, zodat jullie even zelf kunnen kijken wat jullie leuk van vinden. Het zit zeg maar zo dat deze broek is een 36. Maar ik heb hem wel heel strak gezet. Dus hij kon zelfs iets strakker en kleiner. En dan heb je zeg maar hier zo'n streep in de midden. En dan valt hij oversized. Maar wat ik eigenlijk wilde was met deze vest dat hij zo krop zou vallen. Zodat je een beetje van je buik ziet. Dat vind ik wel heel mooi. Alleen dit is een beetje te oversized. Want ik heb volgens mij een S of een M'tje. Volgens mij heb ik een maatje groter M'tje genomen van de vest. Maar het was te oversized. Ik dacht dat hij misschien klein zou vallen. Maar dat is het dus niet. Dus neem gewoon je maat of een kleinere maat als je hem even krop wil. En dan valt hij zeg maar een beetje zo, het idee is het dan. Ja, dat vind ik dus heel mooi. Maar goed, dat is dus helaas niet gelukt. Het is een super, super... Oh, dan moet ik het ding op. Maar hij is een super fijn kwaliteit, again. Want ik ben echt amazing. Ik ben echt amazing. Ik vind ze echt super goed. En ik ben zo blij met hun kwaliteit en hun levertijd vooral. Want ik krijg echt binnen een dag... Nee, binnen 2 werkdagen max... Heb ik al mijn spullen altijd binnen. En dat vind ik wel onwijs fijn. Wat je ook nog even wel kan doen is zeg maar als je de vest leuk vindt. Om een beetje zo te dragen. Maar dan zou ik hem wel even openmaken. Dus dit is echt wel heel fijn. Ook voor gewoon thuis. Maar ook gewoon voor buiten vind ik echt een super mooie pak. Om gewoon buiten te kunnen dragen. Alleen wat ik wel één nadeel vind is dat hij een beetje te lang is voor mij. En ik ben 1,65. Dus ik vind dit wel een beetje lang. Maar goed. Voor de mensen die hem nemen even een maatje kleiner. Want dan zit hij veel... Fijner qua lengte, maar dan zit hij ook gewoon veel fijner qua omtrek. Want hij is high-waisted en mijn middel is natuurlijk slanker dan mijn heupen. Vandaar dat ik die fout een beetje heb gemaakt. Maar goed, verder vind ik hem alsnog heel, heel mooi. Kijk, hier kan je een beetje zien dat hij groot is hier. Maar ja, voor mensen die wel een kont hebben, dan zou ik hem sowieso op je eigen maat nemen. Ik ga even door naar de volgende artikelen. Ik zie jullie zo. Guys, even... Ja, dat is deze super mooie trui waar ik echt heel veel reacties op kreeg. Waar ik deze trui vandaan heb. Maar deze is dus van Chiquel. Het is een crop top, dus hij valt korter. Hou daar rekening mee. Het is echt een super warme trui oprecht. Vooral in deze koude dagen kun je dat echt heel goed gebruiken. Ook omdat het gewoon heel koud is op het moment. En dit gewoon lekker warm houdt. Het heeft van die hele grote mouw. Ja, ik ben echt van het oversized. Maar ik denk dat het ook komt omdat het nu erg mode is. En ik het zelf altijd wel heel mooi vind. Dus dit is een top. Ik lijk wel echt behoorlijk dik nu op het moment. Maar normaal gesproken draag ik het met een hele strakke skinny jeans. In plaats van deze oversized broek. Maar het staat op zich niet leeg. Ik vind het wel leuk met elkaar staan. Alleen ik zou wel de voorkeur naar een strakke broek gaan. Zo heb ik ook gedragen. Oké, next please. Hey guys, dan gaan we naar deze top. Het is echt een super mooie top van Chiquel. Alleen het gaat dus maar zo'n punt. En ik hou niet van die body look, zeg maar. Als ik hem zo doe, dat het dan lijkt alsof ik een body aan heb. Want dat vind ik echt niet mooi. Maar zo vind ik hem wel echt super leuk. Je zou hem aan kunnen trekken met een blazer eventueel. En dan gewoon een mooie zwart high-waist broek. Ik zou hem sowieso high-waist dragen. Want ik vind het niet mooi als je te veel van je buik ziet. Ik kan dat niet. Ja, dat is echt mijn persoonlijke mening. Ik hou ervan als je het een beetje ziet, maar niet heel heftig. Verder vind ik het echt zo'n mooi top. Alleen, kijk, hij is van achter zo. Ik hoop dat jullie het zien. Wacht even. Hij is van achter zo. Alleen, vind ik wel één dingetje nadoen bij mij. Ik ben heel wit. Dus dit is wel heel wit voor mij geworden. Dus ik zou hem niet met zo'n lichte tint huiskleur aantrekken. Ik zou zeg maar wel even naar de zonnebank gaan. Of in de zomer aantrekken, zodat ik mooi bruiner ben. Dit vetlaag kan me echt heel erg... irriteren. Maar verder vind ik het echt een super mooie top. Echt. I love it. Ik vind die kwaliteit gewoon zo mooi. Gewoon lekker. En het heeft zo'n rits van achter. Dus je doet hem open van achter. Yes. Dit is de volgende. De vest is van eigenlijk die van net. En ik heb nu een legging. Eigenlijk vind ik het een legging. Maar het is wel een hele dikke stof legging. Wat ik zelf heel fijn vind. Dit komt omdat ik
soms legging ook wel heel mooi vind, maar ik vind het ook wel heel erg mooi als het wat dikker is. Ik zou het nooit zeg maar zo dragen, maar ik zou hem wel dragen met een zwart oversized t-shirt of een zwart oversized hoodie. Of eventueel met een ander kleurtje. Want ik heb ook nog wel een bruine overhemd. Dat vind ik ook wel heel mooi bruin op bruin. Dus dit is echt, maar hij zit zo verschrikkelijk lekker. Jullie willen echt niet weten hoe lekker deze legging zit. En ik heb echt iets met donkerbruin de laatste tijd. En ik vind het ook heel mooi. Wat ik ook mooi vind is dat je niet echt lijntjes ziet. Voor de vrouwen onder ons, die begrijpen het. En bij de meeste leggings lijkt het echt alsof het een legging is. Dus dit is meer een broek. Nee, zo ga ik niet staan. Maar dit is meer een broeklegging. Dus deze vind ik wel echt heel mooi. Alleen ik ben echt heel kort, dus hij valt wel echt wat langer. Trouwens staat hij ook echt onwijs leuk. Het lijkt ook zo'n ijslolly, weet je wel, roze met bruin. Maar deze is dus een legging ervan en hij is echt super mooi. Oh my god. Oh my god, I love this. Ja, ik hou ervan. Ik vind hem heel mooi. Laatste, maar ik heb deze helemaal even gecombineerd voor jullie. Oh, wacht even, ik weet niet, hier ligt echt vreselijk trouwens. Zo. Ik heb deze rok even voor jullie gecombineerd, omdat ik die rok super mooi vind. Deze trui heb je ook op Chiquel. Het is niet dag, maar deze verpakt, maar hij is wel ook op Chiquel. Dus je hebt hem ook op Chiquel staan. Maar het gaat mij meer even om de rok die ik van hen heb gekregen. En het is een super mooie rok. Het is echt... Nu is die licht dus te fel erop, maar ik zal hem even zo laten zien. Het is een beetje paarsblauw. En ik heb hem dus even helemaal... Buik even intrekken. Ik ga stuk. Ik heb hem dus helemaal voor jullie gecombineerd. Hij gaat van voor zeg maar rond en van de zijkant iets meer omhoog. Maar hij is zo mooi van kwaliteit. En ik zou hem dus, als ik hem zo draag, zou ik hem dus zo dragen. Met een oversized trui en lange boots, een panty. En dan zou ik hem dus in deze koude dagen gewoon kunnen aantrekken. Hij is zo mooi, alleen mijn buik is gewoon niet te doen. Ik irriteer me zo erg aan mijn buik nu op het moment. Maar dat is wel met satijn zo. En ik moet je zeggen, op de camera vind ik het heel heftig uitzien dan in het echt. Maar dit is dus mijn laatste. En het lijkt heel fel, maar het valt echt heel erg mee. Als ik even zo sta wat. Hij is zo mooi, jongens. Ik kan je echt niet vertellen hoe mooi ik deze vind. Ik vind het echt een prachtige rok. Ja, ik vind hem echt zo mooi. Je zou hem ook even met de body aan kunnen trekken. Maar ik zou hem zo aantrekken. Vooral nu omdat het heel koud is buiten. Vind ik het wel echt heel toepasselijk. Zo met die trui. Ik vind hem echt heel mooi, oprecht. Vanachter is hij ook gewoon hetzelfde. Gewoon even lang. En dat is de rok. Oké, jongens. Ik ben dus weer super blij met mijn aankopen die ik heb gehad. Met mijn producten wil ik zeggen eigenlijk. En ik heb weer, of course, voor jullie een super leuke kortingscode. Mijn kortingscode is Jamoer, toeval. Jamtoef 20. Ze gebruiken natuurlijk mijn oude YouTube naam nog. Maar Jamtoef 20 en krijg 20% op de hele collectie. Guys, ga er mee. Echt. En vooral hun spijkerbroeken. Jullie gaan spijt krijgen als jullie niet hebben geprobeerd. Ik vind ze veel beter dan die van Zara. Want Zara vind ik echt KUT, want die loopt helemaal uit. Maar deze zijn zo goed. Ik kan jullie niet vertellen. Ja, en ik ben echt obsessief met mijn outfit. Dus misschien dat ik deze morgen aandoe. Ik vind hem super leuk. Wat? Yes, jongens. Ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van mijn vlog. Bye bye.